Dagelijks zijn tientallen mensen van de GHD op de weg om hun groene, grijze of blauwe kliko's te legen. Vandaag rijdt het team van RegioHub een ochtend mee op vuilniswagen 101 van de GHD. Dat staat voor Grondstoffen en Afvalstoffendienst. Ik vroeg Mans Postema hoe lang hij dit werk al doet. Bijna 20 jaar al. 20 jaar? Ja. En altijd bij de GHD? Altijd bij de GHD, ja. Ooit begonnen als uitzendkracht. Net als eigenlijk iedereen wel hier. En op een gegeven moment kon ik mijn rijbewijs gaan halen. En toen had ik zoiets van, dat lijkt me wel wat. En zo ben ik eigenlijk een beetje bij blijven hangen. En rij je dan steeds dezelfde routes of rij je elke keer andere routes? In principe hebben we allemaal onze eigen wijken. En één keer in de zoveel tijd dan verandert dat wel. Werk je altijd met dezelfde ploeg? Of wisselt dat? Nee, dat wisselt. Ik rij wel vast op deze auto. Dat is mijn eigen wagennummer, 101. En hoeveel bakken kan je in één ronde legen? Nou, ik heb ze nooit geteld, maar zo'n beetje tussen de 6 en tussen de 6 en 800. En dan, dan kom je een beetje uit op zo'n 10 ton. Deze ochtend hebben we grijs. Om daarna vervolgens groen te rijden, dus de GFT-bakken. En die hebben we weer in een andere wijk en dat is vandaag in Huizen. Maar het is soms wel manoeuvreren in smalle straatjes met... Ja, dat is puur gewenning hoor. Dus in het begin is het altijd een beetje zweten, maar... Ja? Ja. Maar je hebt het zo vaak gedaan inmiddels dat ja, je... Ja, op een gegeven moment dan ik rij in deze auto rij ik al beter dan in mijn eigen auto. Dus. Ja, ja. Maar goed, je hebt er natuurlijk altijd mensen tussen en wat we in de praktijk ook merken is dat er... mensen hebben altijd haast en vooral 's ochtends. Dat als je ergens rijdt op een drukke doorgaande weg, ja, dat er natuurlijk altijd mensen zullen zijn die denken van nou ja, we nemen het fietspad maar eens even mee. Tot een beetje frustratie natuurlijk, want je krijgt op die manier levensgevaarlijke taferelen. Ja. Het is inderdaad zo dat je continu aan het opletten bent. En dat moet ook wel natuurlijk. Ja, want je rijdt natuurlijk wel in een vrachtauto in woonwijken. Ja. En je moet altijd rekening houden met de mensen en vooral kinderen ook natuurlijk. Hè. En, Ben je nou wel eens een kliko vergeten? Dat gebeurt nog wel eens, ja. Ja, dat gebeurt inderdaad wel eens. Maar goed, die krijg je vanzelf wel weer voor je kiezen. Want dan bellen mensen op. En natuurlijk gebeurt het ook regelmatig dat mensen wel eens te laat zijn. Want, het komt er dan wel op neer dat het vuil toch weg moet. Dus we zijn niet zo blij met mensen die de bak om hun eigen tijden aanbieden. Ja. Maar jullie gaan hem wel dan de volgende dag alsnog leveren? Dus ja, zijn wij ook verplicht. Ja. Oh, dat zijn jullie ook verplicht? Ja, we hebben een ophaalplicht en dat houdt dan in dat, dat wij echt verplicht zijn om... Want je zou kunnen zeggen, ja meneer, mevrouw, u zet hem te laat buiten. Jammer ja. Dan, wacht ja, twee weken. Meestal spreken we de mensen er ook op aan. Hè, als wij die treffen en dan leggen we dat ook uit dat we... Dat het erg op prijs stellen als de bakken gewoon om 7:30 ochtends uiterlijk worden aangeboden. Nou, dan moet je eigenlijk met zo'n ploeg voor één bak of misschien voor twee bakken? Ja, je bent wel met een hele auto met bemanning. Ja, inderdaad, dat klopt. Kijk, en een keertje is dan zo erg, maar als je al die keren optelt in een jaar tijd, dan is het toch wel een aanzienlijk aantal keren hoor. Want zo'n groene glasbak bijvoorbeeld hier, dat doen jullie dan weer niet? Nee, dat is uitbesteed. Heb je nou ook wel eens een te zware bak moeten verplaatsen? Ja, dat klopt. Ja. En wat doe je dan? Eerst kijk ik even wat erin zit. Mocht het zo zijn dat het te zwaar is, dan laten we hem staan en dan zetten we een briefje neer. Okay. En van daaruit wordt het dan verder opgelost met het kantoor. Als er bijvoorbeeld stenen in zitten of dan wordt je niet... Nee, dan wordt een briefje neergezet met daarin het vinkje van wat er precies, waarom die eigenlijk niet is geleegd. En van daaruit moeten ze contact opnemen met het hoofdkantoor. En dan gaan ze kijken wat ze er verder mee doen. Ik kan me nou goed voorstellen dat je er hierna eentje mist, omdat er zoveel zijn. Niet zo snel, niet zo snel. Nee, nee. Daarom staan de bakken allemaal andersom. En als de handvaten naar de weg toe staan, dan weet je precies waar je werkt. Oh, dat is slim. Wacht even. Er staan anders. Ze staan 90% gedaan. Sommige mensen bieden ze ook zo aan. Ja.
Maar ja, meestal weet je het omdat je bij een kant begint en dan werk je zo door tot het einde. En jullie draaien ze om als ze klaar zijn? We zetten ze zo neer, daar zijn ze gedaan. En als je naar die daar kijkt, daar, die moeten nog. Want hoe moet je de bak nou eigenlijk buiten zetten met... Water naar de weg. Oh, ik zet hem ook altijd zo neer. Nee. Dat is dus niet goed. Ja, het ligt eraan. Je hebt ook een zeilaardewijk. En dan staan ze wel zo. Want die gooien ze in hun, ik noem het altijd, in hun rugzakje, zeg maar. Ik ben eigenlijk tot nu toe niks bizars tegengekomen. Dus, ik werk hier net 10 weken. Dus tot nu toe eigenlijk nog niks. Gans. Een dode gans in een GFT-container gevonden. Dat je in één keer een veertje zag en dat je dacht van, nou, kijk toch maar even. Maar een gans erin. En ik heb collega's verhalen gehoord, geiten en dingen, dat soort dingen. Dat kom je wel eens tegen. En neem je dat dan mee of laat je het dan staan? Meestal bellen we dan toestandhandhaving. Want die gaat uitzoeken waar komt het vandaan. En ja, dat mag je niet zomaar meenemen. Je mag het ook niet zomaar ingooien, denk ik. Nee. Ja, dan gaan meer mensen dat soort dingen doen. Dat is niet helemaal de bedoeling. En nou is het vandaag droog weer. Het waait een beetje. Het is zonnig. Maar het is wel koud. Maar dit moet je ook gewoon doen als het regent en sneeuwt en stormt. Ja, dit werk gaat altijd door. Ja. Dus dat is echt door weer en wind. En gelukkig hebben we natuurlijk ook wel goede kleding die ons daartegen beschermt. Kijk, daar komt iemand die net op tijd is. Ja, nou, dat is dan weer een mooi voorbeeld. Ja. Inderdaad. Die was inderdaad net op tijd, ja. Als je nou je wijk hebt gedaan en je hebt de kliko's geleegd, wat ga je dan met het afval doen? Dit afval dat brengen we naar overlaadstation Krijlo. Ja. Daar wordt het gelost en dat gaat rechtstreeks de wagon in. Er staan wagonnen beneden, onder de startplaats. En daar lossen wij de auto's direct in. Het is blijven opletten altijd. Ja, ik zie het. Kijk, deze probeert nog even zo tussendoor te komen. Nog een aan. Een oude mevrouw, die wil er helemaal een feest van maken. Dat zijn allemaal mensen die vroeger ook nooit er bewust voor gekozen hebben om een vuilnisman te willen worden. Maar ook een beetje per toeval hierin zijn gerold. En dat zijn mensen die komen bij Defensie vandaan. Of mensen die ondernemer zelf zijn geweest. Mensen die gestudeerd hebben zelfs, maar verder eigenlijk weinig ambities meer hebben of hadden. En toch hadden besloten van, nou ja goed, ik ga voor de vrijheid van dit werk. En, dus ja. 8 gemeenten werken nauw samen in de regio Gooi en Vechtstreek, die zich met diverse thema's bezighoudt. Ruud Bochert van Gooi TV brengt deze zaken voor het voetlicht in het televisieprogramma Regio Hub.